bijzonder aan ons concept is dat wij met de termen liefde, lef en authenticiteit beleving in onze winkel neerzetten. En dat doen we op een nostalgische manier, waar lekker de klant een belevenis kan hebben bij ons in de winkel. Banken die geven niet zoveel geld natuurlijk om een bedrijf te starten. Dus we hebben vrijwilligers geronseld op de school van onze kinderen. Die mensen zijn allemaal bij ons in dienst nu, dus dat maakt het extra leuk. Wat het heel bijzonder maakt is dat wij niet alleen maar nieuwe kinderkleding verkopen, maar ook outletkoopjes en tweedehands kinderkleding. Dus consumenten kunnen via ons ook hun kleding die niet meer past, verkopen. Dus je krijgt een soort circular economy en dat maakt het voor iedereen heel aantrekkelijk. Nou, wij verkopen refurbished Apple producten. Die verkopen wij met de service en de garantie van een nieuwe. We zijn online begonnen, maar inmiddels in een klein 2 jaar tijd uitgegroeid naar 7 winkels in Nederland. En de 8e in Antwerpen wordt volgende week zaterdag geopend. Wilder en de Klerk is een winkel ingericht naar recept, waarbij wij 14 tafels hebben met 14 gerechten. En alles om dat gerecht thuis te maken ligt in de juiste hoeveelheid op 1 tafel. Daarnaast hebben we de winkel ingedeeld in 2 delen. We hebben een horecagedeelte en een winkelgedeelte. Zodat je eerst een lekker kopje koffie kan drinken en een lekker stukje taart kan eten. Om daarna vervolgens je maaltijd voor 's avonds te halen. Ik ben echt trots op dat we in een hele korte tijd met een hele grote groep mensen in staat zijn geweest om een echte actieagenda te maken. Waarmee iedereen eigenlijk morgen aan de slag wil. Sterk aan de retailagenda is dat we samen met de partijen ook de retailagenda gaan uitvoeren. En het is dus uitvoerbaar. Nou, het sterke aan de retailagenda is echt dat de handen ineengeslagen worden om samen te werken. Om samen te werken aan wat goed is voor ondernemers, wat goed is voor winkels. Maakt niet uit of het nou online is of offline. Wat goed is voor de consument, dat proberen we hier met elkaar samen te gaan bouwen. Het sterke aan de retailagenda dat vastgoed en retail samen het eens gaan worden over instrumenten waarmee we succesvolle winkelgebieden ook weer gaan creëren in Nederland. En wat ik zo mooi vind aan de retailagenda is dat we een tijd lang goed met elkaar in gesprek zijn geweest. En dat dat nu geresulteerd heeft in concrete projecten. Zoals bijvoorbeeld de regenluwezone in het centrum. Dat een aantal gemeentes, 50 gemeentes, ook echt aan de slag gaan met projecten. Het mooie aan de retailagenda vind ik dat echt iedereen meedoet. Overheid, retail, vastgoed. Iedereen die er aan toe doet in de retail, die doet mee. De aanleiding voor de retailagenda was dat er grote veranderingen gaande zijn in de detailhandel, in de retail. En dat wij graag willen dat de winkeliers daar ook anderen aan hun zijde vinden. Dat de winkeliers ook samen kunnen werken om die veranderingen goed door te komen met de verhuurders van onroerend goed. Samen kunnen werken met de gemeente, met de provincie, met het Rijk. En met elkaar kun je een weg uitstippelen en aan bijdragen dat je ook het doel bereikt. En om dat voor elkaar te krijgen, daar is deze retailagenda voor.